Ja, Lowrider bij ons in de studio met op de gitaar Monsieur Paul. En Monsieur Paul kennen wij maar al te goed, want elke keer als Triggerfinger hier is, is hij er ook vanzelfsprekend. Je bent de bassist van Triggerfinger. Jullie staan op het punt om naar Los Angeles te gaan, ja, voor de opname van een nieuwe plaat. Dit is je gezelligheidsband. Wat is dit? Ja, dat is een zijprojectje dat ik ineengestoken heb. En dat wisselt al iets van personeel. Die is met mijn vrienden van Zwartwerk en met Isolde van Daan. Mooi. Drummer van Daan en Dirk Pijskes. En we hebben drie optredentjes gedaan met een muzikant of 15. Ja, wisselend gezelschap gewoon. Leuk. Leuk je zo te zien met gitaar en niet met basgitaar. Ja, het is een hele verandering voor mij. Ik heb net al een versterker kapot gespeeld. Dus, ah, als mijn hart is. Bij het oude gebleven. Wat ga je nu spelen? Hoe heet het nummer? Straight for the Sun. Straight for the Sun. Oké, okay, Lowrider. We staan op groen licht, dus ze rijden lekker door. Geen bier, niet veilig in deze industrie. Geef ons de kans en we schrijven nieuwe historie. Bring energie voor mijn band, ja ik doe het. Let's rock and roll, baby doe eens stupid. Wij twee samen af, let's make some music. Zo serieus, maar mis dat toch wel van bullshit. Okay, back on the bullshit, one word music. Hip hop en rock, we gon' make it a new hit. Ik spit vuur in Hell's Kitchen. Jimmy Hendrix, ik speel ik zit met mijn nigger. We're on the show, zit er rock band. Hoor daarom mijn nigger, zet een rocks op de blockband. Hey, nu wil ik die